Maar ik ga dit trouwens even verkopen, want ik wil dat een beetje verleggen. Ik wil het iets verder. Ik ben weer een beetje kieskeurig. Sorry. Gemeentehuis is weg. Zo. Stad. Ze willen nog steeds dat ik zo'n ding ga toevoegen. Zo'n gezondheidskliniek. Wat? Je hele stad voor blij? Ja, de hele stad voor blij. Oh, hier, kijk. Kun je dat als ze blij van mij alleen worden? Net te weinig. Oh, net genoeg. Nice. Dit wil ik trouwens aanpassen nog. Nee! Nou. Ach, laat maar. Okay. Trek het wel gewoon door. Nee, ik had het op de verkeerde plaats gedouwd. Maar dat maakt niet zo gek van uit op zich. We kunnen alsnog skyscrapers groeien daar. Hoop ik. Ja, als ze daar kunnen groeien, dan kunnen ze daar ook. Dus. Oh, vliegtuig. Cool. Waar vliegt hij? Waar vliegt hij? Maar ik kan hem niet zien. Even kijken naar de landwaarde, want dat is heel belangrijk. Ja, klopt. Dat is echt heel belangrijk. Ik ga ook eens kijken hoe het zit met de landwaarde. Want als dit bouwdistrict. Snel verhuizen, uitbreiden is er nog niet echt. Oh, het begint wel een beetje met uitbreiden. Kijk, hier zo boven. Oké, maar we hebben nu een aardig goede stad. Dat zeg ik zelf. Even wat meer dingen erbij. We gaan naar de makelaar voor meer werknemers uit Fink, forensen naar plaatselijk bedrijf. Ja, jij ging toch ook al naar mij toe? Hoe kan dat nou? Is er heel van jou? Winkelaars uit Fink reizen naar lokale winkels. Oh, dan heb jij dus veel winkels. Krijgen we nog zo'n ding. Mm-hmm. Kom op. Wacht, die moesten hem iets minder duren. Zo, kijk eens aan. En dan wordt dit ook nog industrie. En dan blijft het hier mee zitten. Dus dit is al wat industrie. Niet veel, maar we hebben ook niet zoveel van nodig. En ik wil zo de huizen iets heel erg. Ik zal even laten zien hoe dat gevlakt. Ik had net kans op $25,000. Ik had volgens mij het bijna gehad. En de dag was net voorbij. Oh. Oh ja, die challenges, die doe ik eigenlijk amper. Ik moest verzamelen afvalbakken, 250. Hm. Even kijken hoe het zit met de afvalverwerking bij mij. 0,8 van de 11,7. Dus dat gaat nog heel goed. Oh, politie. Ze willen iets met politie. Beloning, 5 dingen. En dan moet ik een politieplaats en dan krijg ik... Oh, mij is het ook met Mr. Vu. Plaats Max Villa en stuur hem op patrouille. Maar dat ding kost echt veel, die Max Villa. Dat is dus eigenlijk de superheld van onze... Nee, wacht, ik ga de brandweer eerst bij mijn fabrieken plaatsen, want daar gaat er veel sneller brand zijn. Dus hier wordt een beetje standaard stad in het begin. Dan ga ik in mijn andere stad ga ik echt een beetje met specialiseren in iets, ik weet niet precies in wat, waarschijnlijk wel gewoon in industrie. En dan ga ik terug naar deze stad en dan verwijder ik waarschijnlijk dit industrie, omdat ik dan mijn industrie daar heb staan. En dan ga ik hier ook specialiseren. Waarschijnlijk. Een heel stuk weg verwijderd. Huh? Ik heb net een heel stuk weg verwijderd. Weg verwijderd, lol. Oké, het gaat nu lekker. Ik heb serieus. Ik krijg bijna $1 per inwoner. Dat is best veel. Nou, nu begin ik ook eindelijk een beetje. Dat is inderdaad lekker, de man. Lekker van Lassie. Oh, dat had ik niet moeten verwijderen. Ja, maakt niet uit. Zo. En wat meer. Iets meer werkgelegenheden. Wow, heel veel die zeuren om middel dingetjes. Dus daar ga ik echt een keer voor zorgen. Scholen. Ik ga denk ik ook iets met scholen doen. Scholen. Dat ga ik zo pas doen. Dat ziet er wel goed uit. Oké, ik ga eventjes kijken, want ik doe nog wel even. Vinkse stad, even kijken. Wow. Vink werkt in hele grote blokken. Maar kijk, hij valt mij nu al bijna in de helft van zijn stad. Ja, dat weet ik, dat bedoelde ik dus. Wow. Kijk, je moet even naar mij kijken. Nee, kijk even naar wat ik nu heb. Is goed. Kun je zien wat ik nu heb? Ik ben iets compacter, maar ook in blokken ben ik aan het werken. En dan heb ik een klein stukje industrie in de linkerbovenhoek. Voor mij links, ja, ik weet niet hoe je het wil noemen, zo kun je het ook.
Eens kijken, hoe zit het met onze Alex? Met Alex. Oh wauw, hij bouwt in een enorm... In een soort hoefijzer. Dat is wel vet op zich. Even kijken naar dingen. Met je 7000 inwoners al. Op zich ziet het er ook nog redelijk uit als die van mij hoor. Ongeveer hetzelfde. Ja. Jouw stad. Oh wacht, ik zie het. Wat hel? Jouw industrie is veel groter. Veel groter. Nou ja, ik ga weer terug. In ieder geval, ik wil echt gewoon met heel veel van deze blokken gaan werken. Vooral hier zo, dan komt hier een stukje met iets anders en dan komen hier weer blokken. Of nou, niet dat blokken, iets meer natuurlijker. Zeg maar echt zo'n hele kust. Dat wil ik dus ook hier doen, zo. En dit is echt gewoon blok. Een heel blokkenwijk. Ja, brandweer komt zo. Een busje komt zo. Oh, het gaat echt lekker. Ik wil echt even snel wat meer steden. Als ik zo doorga, of wat meer straten, als ik zo doorga, dan komen er echt heel veel mensen. En dus ook heel veel geld. Oh, ik moet even versnellen. Dat gaat al heel traag. Het is ook een lama-snelheid, hè? Kijk. Lama, dude. Slakkensnelheid. Lama-snelheid. En jachtluipaardsnelheid. Doe het maar zo. Oh, kijk eens aan. Je stem hier, weg. Perfect gebied voor... voor alle windmolens, we kunnen daar nog wat een paar en hier komen de grotere windmolens. En als dit vol is, dan moeten we weer op zoek gaan naar andere gebieden. Staat hier dat fabriek hier nog in de fik? Centraal of zo. Wat? Ja. Dat is niet slim. Ik weet dat ze kunnen exploderen. Ja, dat heb ik dus gehoord van Yuri en dat maakt me ergens best wel bang. Dat er een van deze dingen op ontploft staat uiteindelijk. De branden van de buren worden ook geblust. De zaken gewoon goed. Oh, ik ga even... Bijna 4000 per uur. Dat vervuiling neemt toe. Hoe zou dat nou komen? Jullie horen waarschijnlijk, ik weet niet zeker, maar... De hele tijd... Party connected to your channel. Of... Nee, dat hoor ik niet. Nee, jullie niet, maar ik wel. Oh. Ik kom even tegen kijkers. Ah, de kijkertjes. De subbies. Moet je mij niet bedanken. Bedankt de knappe koppen en hoge pieven. Pieven, wat? Pieven. Wat? Het stond echt pieven volgens mij. Nee, dat was zo'n ding van zo'n winkel. Dus ja, dit wordt dus allemaal skyscrapers, sky high de lucht in. Heel mooi. Heel mooi. Ja, over een uur of zo. Over een uur of zo. Ja, maar we kunnen niet al te lang meer doorgaan, hè. Want over zo'n kwartier of zo, dan moet ik weer, moet ik al stoppen. Oh. Waarschijnlijk. En dan, nou ja, ik zie het wel. Waarschijnlijk... Nee, wacht, dan moet ik gewoon even, mijn ma die roept dan even van, ja, eten waarschijnlijk. En dan duwt ze de pizza erin, dan heb ik nog 10 minuten. Moet je over een kwartier al gaan eten? Oh, dat is wel vroeg. Hm? Ja, mijn ma moest weg of iets. I don't know. Even zien. Ik wil een mooie weg, of een wegennet met een boog. Dus ik wil zoiets gaan doen. Kijk zo, dan ziet hij niet echt uit. Ik wil echt een beetje... Mooie grote bocht omheen. Nog 3 minuten en heb ik weer geld. Oh. Daar mag een nieuwe fabriek komen. Niet 100% rechts, dus zo. Laat hem. Daar mag een nieuwe fabriek komen. Oké. Okay. Mooi. Dat is even recht. Mijn sims hebben behoefte aan... Hoe noem je dat? Ze hebben goesting. Ja, zo'n tweede dingetje. Ik weet niet hoe het noem. Oh, er gaan mensen dood in mijn stad. Oh, gezellig. Dus kijk, nu heb ik dit gedaan. En ik wil een beetje meer experimenteren. Zo wil ik het eigenlijk gaan doen. En dan je dus nog steeds van die blokken hebt. Maar dan... Ja, jij wilt zeker de vuurtoren plaatsen. Ah, burger. Oh, vuurtoren. En hier komen alleen maar... Nou, zo. Langs heel deze... Cool. Zo, daar kan dus net geen gebouw komen. Gaat er wegen zijn. Ik heb allemaal... Ik heb sommige wegen zijn nog van... Gravel of weet dat? Rustige zand. Gravel. Gravel. Zijn dat is hetzelfde. Ja, zo'n zandweggetje. Oké, 4000 per uur. Het gaat echt lekker. Dus ja, we gaan nu een keer even een klein beetje sparen. 2 dagen of zo. Of 2 uur. En dan gaan we een... hoe heet het? Dan gaan we zo'n medisch centrum plaatsen. Dat is dat. En als we dat hebben geplaatst, dan ga ik een keer op bezoek naar Yuri en een keer op bezoek naar Sander. Ik ben al even in jouw stad gesprongen. Zal ik eens een keer de belasting verhogen?
Harsh Realty. Property for lease. En daar kunnen ze vast wel mee leven met 9 of met 10%. Met wat? Belasting. We moeten trouwens even goed afspreken welke afdelingen jullie gaan doen. Wat bedoel je? Ja, want ik heb toerisme toerisme, oké. Okay. Specialisatie of zo. Ja. Ja, ik wil proberen om naar casino te gaan, alleen ik weet hoe moeilijk dat is. Dan moet je echt gewoon nee, dat bedoel ik niet. Dingen gaan trekken. Ik bedoel, wat dan? Die afdelingen. Van je standhuis. Oh, zo. Ja. Afdeling toerisme in Kingonia. Dat is de regio voor hetgeen die ik niet weet. Ik heb die al. Ja. Nee, maar ik moet even wachten. Ik kijk ze wel even. Nou, dat is ook 15.000 simmons. Zal ik onderwijs doen dan? Hmm. Ja, dat is goed. Want dat is middelbare school en universiteit. Dan doe ik zo. Een beetje. Dan moet zo knikken, anders dan gaat het niet, anders dan ziet het er zo vaag uit. Waar zou ik die plaatsen? Die kan ik zomaar over heel die weg plaatsen, dat is best wel raar op zich. We gaan even kijken hoe het trouwens zit met de luchtvervuiling. Kan dat zien. Windkracht. Ik plaats hem al hier. De windrichting is voor mij wel iets veranderd. Oh wauw. Dus het gaat zo, de smerigheid gaat over eigenlijk een groot stuk van de stad, maar ja. Dat moet maar. Uiteindelijk gaat het weg. Het is nu gewoon even flikker gehad of niet. Oh, ik heb een kliniek industrie nodig. Heb je wat nodig? Een kliniek. Landwaarde, gaan we eens kijken. Landwaarde is wat minder bij dingen. Oh, dat wist ik trouwens niet, dat de landwaarde wat minder werd bij de... Ik mag Maximusman plaatsen. Hier is de landwaarde echt heel weinig, dus dan moet ik zorgen dat het niet te veel spreidt. Zodat dit nog steeds hoog is. Wacht, moet ik dan niet bij dit kijken? Zo. Jolering, dat houdt nog goed vol als het goed is. Nou ja, dat nog veel te veel. Anyway, oh wauw, ik heb opeens veel geld. Laten we maar eens beginnen met zijn kliniek. Oh, en ik kan mijn dingen streven kijken. We gaan eens kijken, waar gaan we hem? Ik denk dat mijn kliniek maar een keer vlakbij de hoofdingang, ja, hier zo naast gaat plaatsen. Nou, hier zo. Kijken. Ik wil niet te veel huizen mollen, dus daar. Oké, dus jouw stad heeft gezondheidszorg nodig. Wie is de stad? Jouw stad. Ik heb dat net geplaatst, dus dat komt wel goed uit. Oké, nou, we gaan hem meteen even uitbreiden, want we hebben nog 20 om nog extra. Dus we gaan behandelkamers, dan gaan we ergens toevoegen aan dat ding. Eens kijken, we kunnen het hier doen, maar dan neuken we nog wat gebouwen. Ik ga het er niet plaatsen, alsjeblieft. Behandelkamers, we kunnen nog extra aan vastmaken ook, maar dat komt later wel. Ik heb een kliniek zo. Waar zou ik die plaatsen? En we gaan even kijken. Zo. Kan de kliniek dan nog bij? Geluk, jongen. Ik heb allemaal die heuvels in mijn stad. Ja, ik ook hoor. Nou, maar niet zoveel als mij. Nee, ik heb helemaal geen heuvels. Nou, laten we maar. We houden het op dit. Even kijken. Kliniek. We kunnen de 25 man kunnen aan. En de huizen zijn aan het groeien. Zoals je kan zien, er komen nog wel grotere huizen. En, het is eigenlijk landwaarde 2, maar nog steeds dichtheid van 1. En ik wil de dichtheid wil ik naar de 3 hebben eigenlijk. Maar daar zit waarschijnlijk ook heel wat tijd in. Oh ja, we gaan dat ding upgraden. Dus we gaan hierheen. Oké, opletten jongens, want nu ziet het ons uit. Moet je opletten hoe het eruit gaat zien. Bam. Oh ja, die landwaarde natuurlijk. Ik doe alles voor een beetje geld. We hebben nog genoeg geld, maar oké. Okay. En nu kunnen we trouwens ook, wat Juri zei, van die uitbreidingen doen. En even kijken, oké, welke hebben jullie allemaal gedaan? Ik heb die van onderwijs. Dus die helemaal links. Onderwijs? Helemaal links. Oké, goed. En welke heb jij, Sander? Toerisme. Toerisme, oké. Dan doe ik wel veiligheid. Dat ga ik zo doen, veiligheid. Dat is goed. Dus, en, want als je dus hier doet bij je stadhuis, je deelt het met je hele complete massale regio. Dus Juri heeft al gedaan, en dat heb ik dus ook dingen van. Jij hebt ook problemen. Jij hebt ook gezondheidszorg nodig, Juri. Ja, ik weet het. En Sander, bij Sander gaat het oké. Okay. Ah, burgemeester, Juri. Fijn dat je erbij kunt zijn. Denk eens aan alle criminaliteit en wandaden die we kunnen creëren. Wat? Je kunnen creëren? Je koude, gemene
Gemene hart zij zegend, ik ben Dr. Stone, Vuus rechterhand. Misdaad loont, wordt slecht. Wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Okay. Ik zou maar een keer niet zo met de... Ontwikkel 5 extra gebouwen in de industrie. Laat 5 misdadigers vrij rondlopen. Plaats de vuurtoren. En ik heb ook een opdracht, zeg maar. En dat is de Maxus Villa. Dus dat zelfs, daar moet je er tegen gaan. Jongen, ik ga ze waarom zou je supporten om dingen in je stad te nemen? Misdaad, shit. Je omdat je industrie groeit er heel snel van. Zo. Dude, waarom... Ja, daar worden ze... Ja, oké, jullie zijn allemaal van de industrie. Ik ben echt niet van de industrie. Ik waarschijnlijk ook. Oké, politie is het volgende waar we van gaan. En die gaan we een beetje... Ik weet niet, bij de winkels plaatsen, maar ik weet niet waar de winkels zijn. Hier zijn vooral winkels. De grotere dingen zijn winkels. Wat? Vuurwerkpret. 50.000. Ja, graag. Dit is de Max Villa trouwens. De Max is Villa. Zeg wel cool. Die ga ik dan ergens in een uithoekje douwen. In 7 uur mag er niet meer dan 5 branden uitbreken. En dan heb ik $50.000. Ja, maar dat lukt niet. Die is echt moeilijk hoor. Want met die vuurwerkshows gaan er echt heel veel branden uitbreken. Dus zorg echt voor dat je een brandweer hebt als je dat probeert. Die vuurwerkshow duurt 7 uur, hè? Dus dan moet je echt vet veel doen. Klopt. Startplaats van Vink wil best wat afval van Kingo City op zich nemen. Zo, dankjewel. Oh ja, dat kan ik beter ook wel doen. Het is een afval. Het is een dumpplaats hier, startplaats. Waar zal ik plaatsen? Oh, ik kan die mooi hier plaatsen. Nee. Ik wil het wel. Ik ga het denk ik hier zo plaatsen. Even zo. Ja. Zo. Ik zal er wel iets wat minder blij worden hier waarschijnlijk. Zo'n negatieve golf. Oh, nee, twee. En we kunnen die echt upgraden. En dan deze dingen wil ik echt eigenlijk voor gaan. Ook al kost het belachelijk duur. Verbrandingsoven. Dat zorgt echt gewoon dat het afval niet ophoopt. Wat de kans op een reuze hagedis vermindert. Wat Yuri al wat last van heeft gehad. Of niet? Er is al 1 gebouw afgebrand. Wauw. Ja, die branden altijd mooi. Volgens mij helemaal af, hoor. Dat is echt raar. Wacht, er is nog brand. Dat is vet raar. Ah, dit ziet er op zich wel sick uit zo, dit soort kruispunten. What the fuck? Dat ziet er echt zo vaag uit, kijk dan. Hier, er is nog brand hier. Wat, ze rijden er gewoon voorbij. Ja, dan heb je meer brandweer nodig misschien. Nee, want ze staan allemaal... Lekkere brandweer, veel lekkere brandweer. Hier, kijk, dit is hetzelfde. Dat is echt vaag. Het was helemaal eens uitgerekt. Wat moet ik dan met dit eigenlijk niet doen? Ja, nu komt het best wel. Weet je, ik ga daar gewoon die bouwen. Ja, zo staat is zo'n hele vage lijn. Wacht, dit is niet perfect plaats. Ik hoop nu pas dat het niet perfect recht is. Ach wat. Ik denk dat ik het goed genoeg. Gewoon de bouwen eromheen blijven slopen. Dan kan het niet in de fik vliegen. Ja, dat kan. Dit is de startplaats met allemaal chimère. Ik wil die 50.000, ik heb nog 2 uur. Ja, eigenlijk is het echt wel heel chill dan. Bam. Tot nu toe hou ik ze. En... Ik hou de branden tegen tot nu toe, dus dat is wel goed hoor. Oké, okay, mooi. Oh, dit is dus eentje die... Ik had nog 1 uur. Mogen ze die gaan bouwen? Dat is één klein probleempje om die weg echt heel mooi recht te houden. Ja. Hij wil hem niet mooi recht maken. Ach wat zo. Zo enorm. Ja, dat merk je niet zo super. Oh, ik heb hem gehaald, denk ik. Denk je. Hoop je. Is toch voorbij? Oh, iedereen wordt weer enorm blij. Wat krijgen we nou? Oh, brand. Dat mag niet. Dat was die brand. Bedankt Yuri of Sander of wiens brand weer dat ook was.
Het is toch gelukt, of niet? I don't know. Ja, er komen weer met mensen. Was het niet gelukt? Ja, de volgende wat gedaan is brandweer. 50.000 euro. Wauw. Wow, nice. Het zijn ineens 79.000, dat is best wel handig hoor. Ik denk dat we dingen een keer iets gaan plassen. Zo, we hebben een brandweerkazerne. Kazerne. Eens kijken. Extra ding, een bordje van brandweerkazerne. Nee, ik ga zo'n bel plaatsen. Brandbel. Zo. Mooi, dat helpt met veiligheid ook al. Dus ja, we gaan kijken wat nu aan de buurt was. Ik ruik vage weg. Een Frans politie. Eens even zien, op 200 graden, dat duurt me te lang. Ik zet hem gewoon op 425. Lol. You better don't. Ik heb een Frans politie. En dat is dus de reden waarom je dus scholen moet hebben, dan gebeuren die rampen minder. Oh, wat ook, hè? Laat me nou schoon. Dat is een misdaad. Dat weggetje normaal afleggen. Pen aan je bekken zijn, hè? Criminaliteit, oké. Okay. Oh, wacht. Ja, dit is ook. Ik heb nu ook diezelfde gozer, die rechterhand van Zu. Van Vu bedoel ik. Zu zei het hier. Ik weet het. Ja, ik zei Zu. Zo. Weg mee, die ga ik niet doen. Wat is dit? Kijk, was nog meer om vragen. Een enorm buurtfeest organiseren. Een feest zal waarschijnlijk voor meer afval zorgen dan normaal. Ja, dat maar is verloren. Niet erg. Ja, dat is goed. Dat mag. Hou maar een buurtfeest ergens. Verzamel 25 voor de tijd om is. Oké. 250. Nou, we moeten dus... Oh, wat zei ik? Ik zei 25. Oh, weet je wat ik ga doen? Ik ga denk ik de vuurtoren plaatsen. Bij het industrie. Of waar eerst 5 misdadigers vrij laten rondlopen. En dan. Afval oppikken. Dan ga ik in één keer de vuurtoren plaatsen. Zorg dat ik die achievement heb. En dan gelijk de Maxis Villa. Daarnaast. Kan je niet gewoon dat je die achievement hebt en dan opnieuw verkopen? Verkopen? Of werkt dat niet? Dat weet ik niet. Ik denk het wel eigenlijk. We hebben zoveel slimme sims in onze stad dat een universiteit een groot succes zou zijn. Oh, nice. Bij mij is dat dan niet echt een succes. Je gaat tenminste een school doen. Zo. Meer inwoners. Oh, we hebben net genoeg. Net genoeg daarvoor. Zo. Gaat op zich wel chill. Wat ligt hier trouwens? Wat is dit hier troep? De industrie verklaart dat ze steeds grotere fabrieken bouwen. Mooi. Oh, mooi. Ja, hoe zit het nu eigenlijk met jullie inwoners? Wow, we willen een enorm buurtfeest organiseren. Het feestje zal waarschijnlijk meer afval zorgen voor meer afval zorgen dan normaal. Maar dat vind je vast niet erg. Nee, tuurlijk niet. Nee, ik heb dat gewoon gedaan. 25.000. Moet je echt... Ja. Je moet, ja weet ik, maar je moet 250 afvalbakken voor de tijd om is. En ik heb in 4 uur zit ik al bijna op. Heb ik al bijna alles. Dus dat gaat wel. Ik heb gewoon nog wel even voor de zekerheid een extra ding geïnvesteerd. En extra dingetjes. Dump trucks. Ga ik ook even doen. Wat wil deze? Iets over gezondheid. Oh, wat? Veel zieke sims. Een kliniek of ziekenhuis. Ja, maar die heb ik toch al? Wat is er dan mis? Behandel 5 zieke patiënten. Even kijken, waar zit dan de... Hier is die. Oké, wat is er dan mis? Oh, wauw. Wow. Die heeft het nogal druk, dus we gaan een keer een tweede ding eraan toevoegen. Zo, hopelijk redt hij het nu wel. Dan kan hij er 40 aan. Dus hopelijk is dit iets beter. Ik ben bijna klaar met afvalbakken en bijna klaar met... En de zieke patiënt heb ik al één van. Behaald. En nog een paar dingetjes ophalen. En dan heb ik de dingen. Er ligt overal afval. Zo, ik krijg net zo'n ding. Er ligt overal afval terwijl ik toch heb geslaagd. Ik ga eens bij Sander kijken. Heerlijk. Ik heb nog niet bij Sander gekeken. Ja. Oh ja, dat ga ik ook zulke doen.
Ik wacht even tot dit, die Max Fulan. Zo doen we niet. Het is lelijk. Even wachten tot het uur om is, dan kan ik ook een politiebureau en dan heb ik alle drie de hoofddingen dat nodig is. En als het goed is, gaan dan flink wat huizen groeien en zo. Oh wacht, moet ik ook doen met parken en zo. Dat hielp ook enorm. Valt er al mee, parkplaats. Dat is helemaal niet lelijk man, dat is slim gedaan. Ik vind juist er heel vet uitzien eigenlijk. Wat? Hoe Sander zijn stad bouwt. Zo, even kijken. Dus ik krijg nu ook een golf van blijheid. Twee rondjes aan vast, maar wat denk je dan aan? Ja, nee, niet zo denken. Wat ver. Wat? Ik hoor iets vies. Nee, je hoorde niks. Ik ga op bezoek bij jou. Ik ga sowieso op bezoek. Zo, je hebt daar heel veel handel, hoor. Valt best mee, hoor. Ik ga voor de rest alleen maar... Kijk, je neemt bij Sander. Ik krijg bezoek. Zo. Ik ga eens bij die andere gozer. Ja. Hoe heette die? Dat ziet er wel cool uit, hoor. Ik moet het toegeven. Ik vind het echt cool uitzien. Wow, die snelweg ziet er fucking vet uit. Ja, dat zei die ik. Ga ik later een metro of een tram van maken. Zo één lange tram, dat is... Ja, oh wauw, dat ziet er echt sick uit. Ja, maar kijk, dat kan je dus doen als je met hoge verdiepingen werkt. Even bij die Roan heb ik eigenlijk ook kijken. Zin om in een stad te werken met verschillende verdiepingen, maar ja. Het gaat wel oké, zegt Roan. Oh ja, je hebt natuurlijk al dat diamantjespark. Je hebt nog niet eens geplaatst. Dat ding is best wel goed, maar kost veel per uur. Ja? Ja. En niet eens een industrie. Oh, die Roan heeft nog niet zo'n grote stad. Ja, ik ga nu even niet. Ik ga nog even bij jou kijken. Roan, dat kijk ik later wel, want ik wil zo even terug naar mijn stad. Nog eventjes de laatste dingen doen, want we gaan echt al binnenkort stoppen, denk ik. Helaas, jongens. Ja, nou, bij Yuri kijken we nog wel eens. Maar ja, we moeten nu eten. Ja. Dus ja, ik denk dat we hiermee gaan afsluiten. Dus tot nu toe hebben we dit. We beginnen eindelijk een keer wat flinke gebouwen. Nou, flinke gebouwen. Redelijke gebouwen. Hier, tweede dingen. Dus dit zijn de enige flats al. Of appartementen, zoiets dergelijks. Die komen dus nu eindelijk. Ja, en dan gaan we in de volgende episode kijken wat we verder kunnen doen om de stad uit te breiden. Ze zijn en... bij mij aan het sparen voor een groter huis. Sowieso. Er wordt een nieuwe fabriek gebouwd. Best wel groot. Chill. Dus kijk, bij hun gaat het ook allemaal goed. Bij mij wordt de halve stad wordt voor mij verbouwd. Dus, bye bye, tot de volgende keer. En vergeet niet je naam of je originaam achter te laten in de reacties. En misschien word jij uitgekozen om ons te joinen en mee te bouwen in de stad. Doei. Laten we hopen van wel. Doei. Ja. Doei.